Ik denk dat de lijn nu moet zijn na jaren bagger en na jaren ellende. En met name vanuit uw kant, omdat u toch de, ja, laten we eerlijk zijn, toch een terroristische organisatie als PKK wil steunen. Nou, dat we nu naar een tijd gaan, dat we toch naar de oude tijd gaan, dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Dit is de zoveelste keer dat u mevrouw Karabulut in dit geval verdenkt iets met terroristische organisaties te maken te hebben. Heeft u daar bewijzen voor? Want ik vind het aantijgingen naar collega's best wel heftig. Daar gaat de voorzitter niet over. Jawel. Nee. Want het gaat om persoonlijke Nee, daar gaat de voorzitter niet over. U geeft iemand een derde termijn. Vervolgens ben ik in discussie met mevrouw Karabulut. Ja. En dan probeert u zich daarin te mengen. Ja, maar ik vind persoonlijke beschuldigingen... Nee, maar daar is mevrouw Karabulut zelf verantwoordelijk voor. Persoonlijke beschuldigingen, of het nou om mevrouw Karabulut gaat, of wie dan ook. Ik vind dat nogal wat u zegt. Als wij beschuldigd worden, zegt u niks. We krijgen een soort jijbakken. Maar het gaat erom, als u iets... een collega zo neerzet, dat is nogal wat u hier tegen een collega zegt. En ik wilt u even een klein beetje tot 10 tellen en mij laten uitpraten. Ik geef de heer Voor de Wind het woord. Waarom? Omdat ik het doe. Ik ben de voorzitter. Waarom? Ik ben met mevrouw Karabulut in discussie. Maar ik ga over de orde van de dag en de orde van deze zaal. Daar ga ik over. We hebben ook een reglement van orde. Precies. Die zou u een keertje goed moeten bestuderen, het reglement van orde. De heer Voor de Wind. Dank u wel, voorzitter. En volgens mij kan ik gewoon een punt van orde maken. Daar moet de heer Usturik het ook mee eens zijn. En als een collega zo hard wordt aangevallen en beschuldigd wordt van betrokkenheid bij een terroristische organisatie, dan vind ik dat ook andere collega's hiervoor op moeten komen. En ik dank de voorzitter ook voor haar initiatief. En dat u dan ook daadwerkelijk het woord, de bewijzen bij het woord moet gaan leveren. Want anders moet u echt uw beschuldiging intrekken. Dit is geen klein bier wat u nu hier verkondigt. De heer Koopmans. Precies dat. Dit soort beschuldigingen zijn buitengewoon ongepast. Ik vind het buiten de orde. En ik wil maar zeggen, mevrouw Karabulut en ik zijn het heel vaak niet eens. Maar ik sta pal naast haar als iemand haar beschuldigt van het zijn van terrorist. Of het sympathiseren met terrorist. Dat is ongepast, het is schandelijk. De heer Usturk moet dat terugnemen. En mevrouw de voorzitter, ik waardeer het zeer als u daar heel streng op acteert. U mag daar... U wilt iets daarop zeggen, mevrouw Karabulut? Zeker, voorzitter. Dank. Dank voor uw steun. Dank vanuit de collega's en voor de mensen die meeluisteren. Wees niet gevreesd. Ik ben een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger, een trots volksvertegenwoordiger. En ik zet mij in voor democratie en mensenrechten. En volgens mij, voorzitter, wat de heer Usturk zojuist deed, is niet alleen heel erg laag, maar toont ook precies het probleem aan van Turkije. Dat mensen die anders denken en op vreedzame wijze willen bijdragen aan het oplossen van het probleem, worden bestempeld als de ander, als vijand, als terrorist. En mijn vraag was een hele simpele, namelijk de heer Usturk en zijn partij zetten zich elders in de wereld altijd in voor mensenrechten, of dat nou Myanmar is of Palestina. En conditioneren ook de relatie die zij aangaan. Maar helaas, als het aankomt op Turkije, dan staat de heer Usturk pal voor het repressieve systeem van de heer Erdogan. En dat is bijzonder spijtig. Wilt je stoppen als ik aan het woord ben? Even een klein beetje respect. Respect voor dit huis. Respect voor de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Respect voor de functie van voorzitter. U hoeft geen respect voor mij te hebben, maar wel voor de functie. Wilt u daar alsjeblieft een keertje een rekening mee houden? En stoppen met tussendoor allerlei dingen naar mij te roepen. Stop ermee. Stop ermee. Stop ook of nee. Dank u wel. Dank u wel. Gaat u weer zitten. Dan geef ik nu het woord aan... Even kijken, wie is de volgende spreker? Ik ben nog niet Omtzigt. U bent klaar? Nee. De heer Omtzigt. Nee, ik heb 1 minuut 22. Het is mooi geweest, meneer Usturk. Dan geef ik het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22 om te spreken. Ik heb de recht op, dat staat in het reglement van orde. Ja. Ik geef het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22. Ik heb gewoon 1 minuut 22. Iedereen krijgt het. Meneer Usturk, dit heeft geen enkel zin om op deze manier door te gaan. Dan ga ik nu eigenlijk over naar de heer Omtzigt van het CDA.
doodgemaakt. Ja, maar ik 1 minuut 22 tot de voorste gewoon doodgemaakt. Ik ga gewoon klachten indienen. Doe dat. Het woord is aan de heer Omtzigt namens het CDA. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel.